Een van de leukste wedstrijden van de middag is de 800 meter bij de mannen met Thomas Matthijs, Matthias Rosseu en Hans Omeij als favorieten. In een spannende eindspurt wint Rosseu het van Matthijs. De atleet van Atletiek Vlaanderen verlengt zijn titel van vorig jaar. Ik had eigenlijk niet verwacht, gisteren wat stramme benen en wat kramp in de buik. En nu vandaag gaat het allemaal redelijk goed. Mooi kunnen meegaan met Thomas aan de versnelling aan de 600. En dan het laatste rechte stukje, alles uit de kas. He.